De btw-verhoging die het kabinet voorstelt is heel slecht voor die kleine winkelier. Bijvoorbeeld die boekhandel om de hoek die moet concurreren met bol.com en andere platforms die dadelijk door die btw-verhoging waarschijnlijk veel minder omzet gaat hebben. Maar de btw-verhoging raakt ook de Zwarte Cross in de Achterhoek of een wedstrijd van Go Ahead Eagles of de Military in Boekelo. Allemaal events waar we straks veel meer voor moeten gaan betalen. En mijn vraag aan mevrouw Van der Plas is zij wel blij met die btw-verhoging? Nou ja, kijk, dat is in onderhandelingen zo. En dat weet de heer Jette natuurlijk als geen ander. Die heeft zelf in kabinetten gezeten. En die weet dat je een aantal dingen wil binnenhalen, maar ook een aantal dingen moet loslaten. En daar is zeker wel over gesproken. En nee, het is ook niet mijn favoriete bezuiniging. Zeker niet. Maar er moeten gewoon wel keuzes worden gemaakt. En ik loop daar niet voor weg. Ik loop daar niet voor weg. Wij hebben gezegd als BBB, we hebben 7 zetels. Wij willen verantwoordelijkheid nemen. Ik heb hier 3,5 jaar in de Kamer gezeten. Al van alles gezegd, hele zinnige dingen vooral. En dan vind ik ook dat ik, als het moment daar komt, was het voor mij heel makkelijk om aan de zijlijn te blijven en te zeggen, ik doe niet mee, ik kan dat blijven doen. En dan krijg ik misschien wat zetels erbij. Maar daar, ik vind niet dat wij dat moeten doen. Dus dat zijn inderdaad pijnlijke keuzes. Mensen met de APB bingo kaart kunnen pijnlijke keuze afstrepen. Stoere verhalen staat er ook op, denk ik. Maar even zonder gekheid. Nee, dat vinden wij niet. En de heer Jette, ja, die weet dat als geen ander, zei ik. Want nog maar een paar jaar geleden zei de minister van Financiën van D66... wij worden collectief allemaal een beetje armer. Wij kunnen niet blijven compenseren. Dat is financieel gewoon niet haalbaar. Dus ook in de tijd dat D66 in het kabinet zat, werden daar harde keuzes in gemaakt. Met veel kritiek en terechte kritiek misschien soms. Maar ja, het is op dit moment wel zoals het is. Ja, voorzitter, het klopt, hè. Als je in een coalitie gaat zitten, dan moet je geven en nemen. Want je moet uiteindelijk samen tot zo'n regeerakkoord komen. En je bent er ook gezamenlijk verantwoordelijk voor dat er gewoon een fatsoenlijke begroting ligt. Dus dat bestrijd ik ook niet. Ik heb alleen nu aan alle vier de fractievoorzitters gevraagd, ja, wat vindt u eigenlijk van die btw-verhoging? En ja, u vindt het alle vier eigenlijk helemaal niks. En dat geldt ook voor heel Nederland, want uit peilingen blijkt dit is de meest gehate maatregel uit het regeerprogramma. En er is dus geen sprake van geven en nemen, want niemand heeft hier iets genomen waar hij blij van werd. Dus daarom ben ik op zoek vandaag van, daar is er ruimte om met u vieren zaken te doen om die btw-verhogingen of een deel van die btw-verhogingen terug te draaien als we daar goede dekkingen voor kunnen vinden. En dan kom ik bijvoorbeeld bij het voorstel van de heer Bontebal en mijzelf. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier in deze zaal vapen, het roken van e-sigaretten, wil promoten. Daar heffen we heel weinig belasting op. En daarom is ons voorstel, laten we nou daar de accijnzen ophogen, zodat we misschien een deel van die btw-verhogingen kunnen terugdraaien. Is dat bijvoorbeeld een route waar ik met mevrouw Van der Plas over zou kunnen praten? Nou, kijk, ten eerste wil ik stellen dat in de miljoenennota en in de plannen van het kabinet voor het komende jaar heel erg wordt ingezet dat mensen netto meer geld overhouden in de portemonnee. He, voor de een is dat ietsje minder dan voor de andere, maar netto moet de koopkracht moet netto gewoon verbeteren. En mensen die meer geld in de portemonnee hebben, die kunnen ook hun eigen keuzes maken. Dus die kunnen dan, misschien kiest iemand er wel voor van, nou, ik vind het toch zo belangrijk om naar het theater te gaan of naar de Zwarte Cross. Ik kies ervoor om dat te doen. Tweede, vinden wij ruimte. Kijk, als je, stel er komt zo'n voorstel en wij zeggen van, nou, wij gaan daar niet mee akkoord, hè, want wij vinden dat geen goede dekking, omdat er dan opnieuw accijnzen worden, worden verhoogd. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan meteen vapen promoot. Ik wil wel, dat frame moeten we wel even loslaten, want dan krijg je echt verkeerde discussies. Wij gaan gewoon kijken naar een dekking en vinden wij dat een goede dekking en kan dat ook binnen de begroting, daar kijken we altijd serieus naar. Maar om nou te zeggen van, ja, maar als u niet steunt, dan gaat u vapen promoten, dat gaat wel een beetje ver, denk ik. Nee, voorzitter, het was gewoon een voorbeeld, hè? Kijk, ik denk dat je vapen kan ontmoedigen met iets meer accijns en dan kun je er geld mee ophalen, kun je misschien een deel van de btw-verhoging terugdraaien. Maar ik zal een aanbod doen, dat is geen dreigement, maar ik ga Hans Velbrief op u allen afsturen. Dat is onze financieel woordvoerder.
En dan zeg ik, Hans, je gaat gewoon net zo lang bij die vier fracties langs, totdat je dekking hebt gevonden die ook voor de rest acceptabel is. Want het gaat mij, kijk, uiteindelijk gaat het mij niet om mensen zoals mevrouw Van der Plas en ikzelf, die ook aan het eind van de maand echt nog wel geld overhouden om ook leuke dingen te doen. Het gaat mij om gezinnen met een klein inkomen die straks ook met het koopkrachtplusje nog steeds elke maand heel goed moeten nadenken, waar geven we ons geld aan uit? En die btw-verhoging die kan echt gewoon oprecht leiden tot zwemlessen die een paar honderd euro per jaar duurder worden, of het sportabonnement vele tientjes duurder. En dat kan ertoe leiden dat mensen dat dan gaan wegstrepen. En dat zou ik echt heel erg zonde vinden. Dus nogmaals, het is geen dreigement, voorzitter, maar een aanbod. De heer Velbrief komt bij u langs om te kijken over welke dekkingen we het eens kunnen worden om die btw-verhogingen terug te draaien. Ja, nou dank u wel. De heer Velbrief en ik hebben in een verleden nog wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd dat we alle twee van het WK darts houden en dat we nog een keer het leuk zouden vinden om daar naartoe te gaan. Lekker een biertje drinken. Maar koffie op mijn kamer mag ook hoor, dat is wel zo efficiënt denk ik. Maar ik wil de heer Jetten toch nog wel even meegeven en nog wel even laten herinneren aan de woorden van mevrouw Kaag destijds. We zullen met z'n allen een beetje collectief een beetje armer worden. Dat was destijds eigenlijk de toon van het kabinet. En de toon van dit kabinet is: we gaan ervoor zorgen dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee. En de mensen die in de knel zitten, gaan we naar kijken of we die op de een of andere manier toch kunnen helpen. Dat is echt wel een hele verschillende toon dan een paar jaar geleden. Piepklein. Voorzitter, heel klein stukje context, want die uitspraak van mevrouw Kaag, voordat dat helemaal raar gaat rondzingen, deed ze vanwege de Oekraïne-oorlog en het feit dat we allemaal bereid zouden moeten zijn om Oekraïne ook financieel te steunen. En dat onze collectieve opoffering was voor die vrijheid van de Oekraïne. Prima.